zonnestralen in februari doen me dromen van de lente die in aantocht is. Alles begint te groeien en te bloeien. De vlinders kleuren frivol de heide. Het vlinderproject van de stad Lommel bestaat een jaar. Bedrijven worden aangemoedigd om veel groenperken te voorzien om vlinders te lokken. Nu wil de stad de Lommelaar zelf overtuigen om vlinders aan te trekken tot in de woonkernen, met als vertrekpunt de Lommelse heide. En kijk, nu gaan we van de bossen van de Sahara mooi over in de tuinen van de mensen hier. Het woongebied ligt hier vlak tegen. Dus als we de vlindertjes bij de mensen willen brengen, dan is het via deze weg een hele korte sprong, enkele tientallen meters. En als de mensen dan wat nectarplantjes aanbrengen en hun tuintjes vlindervriendelijk inrichten, dan komt de kleur en komen de vlindertjes vanzelf. Dit is echt een van mijn favoriete plekken. We zitten hier op een heel mooi bloemrijk graslandje. En alle stokken die je hier ziet staan, dat zijn allemaal plaatsen waar kleine rupsennestjes gevonden zijn van de veldparelmoervlinder, die in groepjes, in een spinseltje, op de juiste waardplantjes hier zitten. We zijn moeten stoppen met tellen aan 800 rupsennesten. Dat is echt uniek in heel Vlaanderen. En van hieruit gaat die populatie nu heel de stad Lommel kunnen veroveren. Come away. We zijn intussen sinds februari 2014 bezig. We hebben daarbij al de bedrijfsterreinen van Lommel aangepakt en nu willen we verder gaan en willen we de Lommelse bevolking betrekken. We werken graag met het concept vlindercafé of vlindercrèche. De vlindercafé zijn de typische nectarplantjes waar de vlinders graag op gaan zitten. Daarnaast heb je ook de vlindercrèches. Dat is zo iets meer in de tuin waar ook de rupsen kunnen opgroeien. We hebben een website opgericht over het project, over de doelstellingen, maar ook hoe ze hun tuin kunnen inrichten. Dus zijn er allemaal tips. Er is een vlinderzoekkaart gemaakt en daarop staan eigenlijk alle vlindertjes die je in bosland kan aantreffen. Dus het is een ideaal kaartje om mee op pad te gaan. Als je een vlindertje ziet, kan je hier eigenlijk vrij gemakkelijk terugvinden over welke soort het gaat. En op die manier zijn die vlindertjes een heel mooi venstertje op de hele diversiteit, de rijkdom aan natuur die we hier in de stad Lommel nog hebben.